Zometeen in Hart van Nederland een 20-jarige vrouw. Het heerlijk komt om het leven bij een auto-ongeluk. Twee vriendinnen die ook in de wagen zaten gaan er vandoor. En een 11-jarig meisje dat Nederland gaat vertegenwoordigen op een prestigieus internationaal circusfestival. Wat ze allemaal kan, ziet u zometeen. We zijn er na de reclame. Tot over een paar minuten. En de 11-jarige Selina is de Nederlandse troef op een groot internationaal circusgala. En zeg nou zelf, doet u haar dit na? Dit is Hart van Nederland met Selma van Dijk en Midika Petersen. Een spannende week voor de 11-jarige Selina Frits uit Dordrecht. Het slangenmeisje gaat optreden in de Magic Circus Show in Genève in Zwitserland. Een tv-spektakel dat in verschillende landen wordt uitgezonden. De meervoudig kampioene ritmische gymnastiek is hard aan het trainen voor haar circusdebuut. Alsof ze gemaakt is van elastiek, de 11-jarige Selina Frits. Ja, ik vind het soms best wel raar dat ik het kan. Want sommigen zijn wel goed in zang en sommigen weer in badminton of iets. Dus dat vind ik best wel raar dat ik dan slangenmeisje ben. Haar talent als gymnaste en slangenmeisje is niet onopgemerkt gebleven. Selina gaat Nederland samen met twee andere ex-vertegenwoordigers op de Magic Circus Show in Genève. Aan de show doen verschillende Europese landen mee. Ik vind het wel leuk en spannend ook. Waarom? Nou, er kijken best wel veel mensen ook. Dat vind ik wel spannend. Selina is geboren met hypermobiliteit. Wat betekent dat haar gewrichtsbanden erg rekbaar zijn. Maar je hebt nooit dat je er niet meer uit kan komen. Nee. In je rug schiet. Nee. Wat vind jij van dat hele woord slangenmens? Ik vind het best wel raar, want dan denk je van dat je een half slang bent of zo. En dan ook half mens. Maar ik zie het niet echt half uit als een slang. Nee. Ik train 5 keer in de week en dan doe ik altijd lenigheid. Doe ik mijn oefeningen voor wedstrijden en ook gewoon opwarmen voor kunstjes of zo. Oefenen. Kost veel tijd. Ja. Wat heb je er wel voor over? Ja. Strrr.